zichzelf. Wow. Dag lieverd. Hé, hey, als je vanmiddag thuis komt, dan ben ik er dus niet, hè? Ja, dat is niet erg. Niet erg? Niet erg? Kom dan vechten. Oh, wacht, met die camera. Hé! Hey! Hoe is hij? Ja, goed. Ja, het is de eerste dag. Hoe is het met jou? Ja, gaat goed. We hadden net een fotoshoot. Oh, met Ben? Ja, met Ben, ja. Dat is leuk. Nee, ik hoorde al dat ik een mooi overhemd moest aantrekken. Ja. Hallo mensen. Oh, hey, ben je er eindelijk? Ja! Yay! Hou de afstand houden. Hij is terug. De laatste keer dat ik hier was, toen had jij nog kort haar. Ja, het loopt nu wel heel erg uit over Martijn. Het wordt tijd voor de kapper. Zo nee. Lang ben je weg geweest. Dat is een complimentje. Oh, dank je. Nathan! Wat ben jij? Jij lijkt op die gozer die ik altijd op Skype heb, maar... Dan in het echt, dat is heel raar. Ja, gek, zo'n 3D ervaring op. Het is voor het eerst dat je niet hoeft in te bellen op mijn Skype. Heerlijk, hè? Ik weet, ik heb zo'n hekel aan Skype. Ja. Ik word een keer een tegeltje gehad. Ik heb nog een heel mooi oud fragment van jou van 11 augustus 2017. Knip eens met je vingers. Ik vond trouwens wel weer dat je er goed uitzag. Ja? Maar ik moest toch een beetje een edicure doen. Maar verder zag je echt uitstekend uit. En die is een keur. Toen had ik meegedaan aan de slimste mens. Ja. Ik weet niet meer hoe lang ik erin zat. Maar heel toen, kort. Heel kort. Toen zei je, nou je zag er goed uit. Maar ik moest wel weer aan Eddie Keur denken. Ik vind jou heel erg op Eddie Keur lijken. En toen zei je daarna, maar verder zag je er heel goed uit. Nee, heb ik dat gezegd? Nou, niks voor mij. Is geschiedvervalsing. Ik ga dit zo meteen even voorleggen aan Eddie Keur. Ja, gaan jullie maar eens naast elkaar staan. Ik vind met jullie wat van elkaar weg. Nog steeds? Ja. Je bent er! Ja. Oh, wat goed! Hallo! Ben je er de hele middag? Ja, zeker. Oh, wat jij feest. Ook? Wat een feestdag! De laatste keer dat ik hier was, waren er nog geen journaals op Radio 5. Dat is waar. En ik ben gestopt bij 12. 12 nachtjes slapen nog, dat jij kwam. Ja. En nu is het al zover. Nu is het al zover. Geweldig! Mm. Wil je een tompoes? Want ze waren in de aanbieding, gek genoeg. Ik snap ook niet waarom, maar... Nee, je moet wachten. Hé, wat is dit? Nog even wachten. Tot je het liedje van het nieuws hoort, Martijn. Wil je het bulletin alvast? Oh ja, dat is handig. Kan ik wel onder het ding doorschuiven? Oh ja, wacht. Ja, super thanks. Mariette? Ja? Wat was er anders toen ik er niet was? Nou, het was extreem saai en ik zat de hele tijd met jou te chatten. Dat vond ik wel weer leuk, maar het is toch iets anders dan jouw zonnige aanwezigheid. Nou, dit was precies wat ik wilde horen. Bedankt. Tijd voor het eerste bulletin van de NOS Nieuws met Martijn Nijhuis vanuit de NPO-bunker in Hilversum. Al die maanden zat hij thuis en straks vertelt hij nog wel even precies waarom. Maar we wilden het wel eventjes meepakken, het moment. Dus we hebben de studio afgeplakt. Dat hij als een soort van film van ome Willem de studio weer inkomt. Dat is wel een momentje. Martijn? Kan die? Ja, kom maar. Ja, schopt zichzelf de studio binnen. Met zijn vlogcamera, dat belooft een hoop goeds. Dag Martijn. Hallo. Ja, pak je plek, zou ik zeggen. En dan officieel welkom namens heel Radio 2 en natuurlijk de luisteraars. Ik moet er even een paar knopjes in drukken, want ik kom natuurlijk nog niet naar binnen. Nee, precies. Heb ik weet niet meer waar de muizen liggen, joh. Dit is echt, Oh ja, en we hebben ook nog je werkplek leuk versierd. Oh, wat leuk. Met een foto van het gezin, want je werkt nu natuurlijk niet meer thuis. Je zei dus net, vroeger was het zo, als je elkaar al heel lang niet meer had gezien. Hé, hoe is het? En leuk. Maar jij duwt meteen zo'n camera in mijn gezicht. Ik heb Martijn dus nog niet gesproken. Oh. En ik zie nu alleen zijn knokkels. Zeg Annemiek, de laatste keer dat ik hier was, toen deed je nog een programma op een heel ander tijdstip. Hoe kan het? Echt? En opeens. Ja. Bijzonder. Hoe gaat het? Goed. Het is leuk. Ja. Hoe? We hebben een heel mooi logo, kijk maar. Hoi, hoi. En een heel leuk programma, vind ik. Ik vind het erg leuk is het. En vooral omdat er zoveel vragen aan de luisteraar. En dat die met zulke leuke dingen komen. Ja, ze zijn echt wel gevat. Ja, je ziet er goed uit. Wacht even, ik moet die camera heel hoog doen om jou een beetje goed in beeld te krijgen. Ja, kom natuurlijk. Maar. Kijk maar. Maar wat zie je er goed uit, joh. Nou, dankjewel. De laatste keer dat ik jou zag, had je gewoon... Zie je er goed uit of ziet mijn haar er goed uit? Je had er echt lang haar nog de vorige keer dat ik jou zag. Ja, zeker. Maar
Het is echt een mooi tapijtje. Het ziet er echt goed uit, hè? Ja, ik heb echt... De Carpetland die had er gevraagd of ze iets met me konden doen. Om een advertentie of zo. Oh, je bent ook Wouter. Vloggen, oh mijn god. De laatste keer dat ik jou zag was je nog niet echt minder bruin dan Eddie Keur. Maar nu is het echt... Ben ik nu bruiner dan Eddie Keur? Ja, ik wist ook niet dat het mogelijk was. Maar de vraag van vandaag is... Ja. Komt er weer een paardenstaart? Ja, dat moet haast wel, want ik ben die andere kwijt. Dus, ik ben hem echt kwijt. Ja, hij is echt ja, erg, hè. Jij, jij hebt het initiatief genomen om hem naar beeld en geluid... Of aan beeld en geluid te geven. Overigens, mensen van beeld en geluid, hij is niet weg. Hij is alleen even niet te vinden. Dus je dochter is er gewoon mee aan het knippen of zo, of iets anders? Nee. Hij komt eraan. En hij komt in een vitrinekastje te staan en dan kan iedereen hem bewonderen. Echt? Hoe vind je dit? Ik ga voor de stijl extreme chappie. Ja, dan hoef jij niet zo'n shirt voor aan te trekken, hoor. Nou, dankjewel. Maar het staat je goed. Dankjewel, ja. Ja. Is dit, dan ben je eindelijk weer terug? Nee, ik ben nog thuis, eigenlijk. Nee, maar ik bedoel het wel vol. Zie jij me zo wit of zie ik me zo bruin? Ja, jij bent wel jongen, jongen. Het is leuk dat de vlog zou weer... Ik kwam een hoop vragen over binnen. Ja, dat snap ik. Ja. Je bent toch ingeënt, dan mag ik je nu toch eindelijk een huk geven, de camera ertussen. Wacht, dit is niet jou, dit is geen goed licht voor jou, wacht even. Oh, dan komt alleen dit een goede niks. Licht. Voel de liefde stroom. Wat goed dat je er bent. Ja, we hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. Nee. Het is het mooi? Echt zo fout. Ja, het is hartstikke er mooi. Ligt dus ergens gewoon een lijk zonder ketting. Dat lijkt me zo erg. Met ketting heb ik aangetrokken omdat wij samen op de foto gaan. Hè? Ja. En dan pas, kijk, het kettetje is even blauw. Let op, het is een heel mooi kettetje dit. Van Wouter van Goes worden op dit moment foto's gemaakt voor de winterpresentatie. Oh. Leuk is, ze hebben van mij ook foto's gemaakt. Voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Dat laat ik gewoon even blijven staan. Dan doe de deur weer even dicht. Dan komen we. Oh ja, wacht. Hallo vrienden. Hi. Ik moet even voor de vlog. Moeten we nog een keer uit de lift komen? Wacht even. Hi. Hi. Wacht nou even. Kom nog even er weer in, jongens. Kom. Kom maar. Hey. Het is lang geleden. Hallo. Het ziet er goed uit. Ja, thanks. Je hebt net de schoenen aan. Ja. Het is toch een bijzondere dag, hè? Ja. Ik was vergeten hoe slecht het licht is hier. Ja, want dan kunnen we beter naar jouw huis toe met z'n allen. Heb jij gehoord dat hij in de winterprogrammering foto's zit? Van? Van Radio 2. Nee, die winterprogrammering foto's ja, van Radio 2. Ja, daar zit Eddie gewoon in. Ik heb gehoord niet alleen van Radio 2. Oh? Efteling Kids Radio. Efteling Kids Radio. Doe nou even iets inhoudelijks, dat is leuk voor de vlog. Even een zo'n vraag, zullen we dit of dat doen of zo? Even kijken, de jongen. Ik heb nog een bericht over de jongen. Hebben we nog een quote van de jongen? Want ik ben er met de vraag... Of de QR-code is, de probleem is van die wand in dit weekend. Dat de jongen, heb je daar geluid van? Dat wil ik wel. Want dat hebben we nog niet gehad, want anders blijven we zo hangen in die virusvarianten en Moderna en zo. Ik heb het wel hoor, je kan wel stoppen met de inhoud. Dat is wel... Carmen Verheul, misschien ken je er wel. Wie? Carmen Verheul. Oh ja. Die vindt dat wij heel erg op elkaar lijken. Aan de buitenkant? Ja, ik snap het ook niet. Nee, toch? Moeten we nog even een shot van ons twee laten zien? Wacht even, een shot van ons. Even omdraaien. Nou, ik zie het wel hoor. In het echt ben je jonger. Vind je? Ja, je bent jonger in het echt. Jongensachtiger. Ik zie er in één keer wat Bram erin ziet. Ja, niet voor mij hoor, maar voor Bram. Hallo. Hoezo? Hallo. Ja, wie ben jij? Zie een keer de voorbereidingen van dit programma. Dat wordt allemaal heel gelegen gedaan. Ja, die voorbereidingen die zijn, daar beginnen we soms om 9 uur mee. Ja, snap ik. Die doet Bart Keil dan. En dan... Hallo. Dit is de Bart. Dat was ik vergeten, anders had ik het anders aangedaan. Ben je al gefilmd terwijl je weer nieuws leest? Moet ik je filmen terwijl je... Nee, daar heb ik al opnames van hoor. Ja? Ja. Maar dan hoor je ook eens een keer hoe je het zelf doet. Dat is niet heel goed, hè? Je bent niet beter geworden, weet je. Oh, het is toch echt... Ik heb echt geen idee. Hey, hoe was het vandaag in je eentje thuis? Leuk. Leuk? Nee. Heb je me niet een heel klein beetje gemist? Jawel. Een beetje? Jawel. Of heel veel? Heel veel. Dag jongens. Kijk, dat is het leuke aan mijn vlog, hè? Dat je gewoon nog eens een keer mensen in het wild tegenkomt. Ja, hier in het nieuws, ja. Maar waarom ben je er eigenlijk vandaag? Of heb ik iets heel erg gemist? Ik heb kunststof, dat is heel leuk. Maar waar gaat het dan over? Wat wordt zeg maar het hoofd? Ik heb een boek geproduceerd en daar gaan we het nu uitvoerig over hebben. En waar gaat het over? Over mij. Ik vind het leuk dat ik toch iets inhoudelijks in mijn vlog heb nu. Ja, want waar gaat die vlog dan over? Ja, over mij, over mijn leven. Het is eigenlijk een soort boek, maar dan... Oh ja, en wie ben je? Martijn Nijhuis. Oh, kom er bekend voor, ja. Ja, je luistert altijd naar 538 zeker? Ja, heel vaak. De laatste keer dat je in mijn vlog zat,
Toen had je nog niet eens de baard in de keel. Ja, dat klopt. Niet vallen, hè, ik val nooit, dat weet je toch? Dat doe ik toch niet zo. Help! Hey, jongens. Zijn jullie niet iets vergeten? Jongens, zijn jullie niet iets vergeten? Want het is heel leuk om deze video te kijken. Maar het is nog leuker om te liken en te abonneren. Want het is heel leuk om deze video te kijken. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om te liken en te abonneren.